Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 19 september. Er vallen wat buitjes in Nederland momenteel, maar er zijn ook perioden met zon. En het ziet ernaar uit dat het de komende dagen eigenlijk steeds rustiger weer gaat worden en dat de zon zich vaak zal laten zien. Dat komt allemaal door het opbouwen van een hoge drukgebied. Het hoge drukgebied ligt bij de Azoren, maar we zien dat een uitloper zich richting Nederland begeeft. En dat hoge drukgebied dat houdt eigenlijk het slechte weer op afstand. Komt een enorme depressie boven de oceaan op de weerkaart vanaf zaterdag, maar voorlopig hebben wij daar geen last van, want zoals gezegd, hoge druk blijft eigenlijk ons weer bepalen. En de uitloper van dat hoge drukgebied, wat dan een kern heeft in het weekend zo'n beetje boven Scandinavië, zorgt ervoor dat het bij ons gewoon rustig weer is en ook vrijwel droog weer. Nou, op de satellietfoto van vandaag zien we wel dat er wat buien vallen in het westen van het land momenteel en in het noorden. Daar valt hier en daar een bui vanmiddag. Kan er ook elders nog wel een enkele bui tot ontwikkeling komen, maar verder zijn er ook zonnige perioden. Hier zien we die buitjes. Dit was rond 1 uur. En als ik dan de animatie aanzet, dan uh, ja, zouden er meer buien kunnen gaan vallen waar het niet dat dit helemaal geen animatie is, maar een stilstaand beeld. Dus dit is het beeld van 1 uur en dan zien we inderdaad met name boven het westen en noorden een paar forse buien. Nou, de buien die gaan vanavond verdwijnen, gaan zich met name alleen nog in de kustprovincies laten zien. Landinwaarts wordt het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur die vanmiddag zo rond de 16, 17 graden ligt, die ligt dan vannacht zo rond de 12 tot 15 graden. Morgen dan kan er ook nog wel eerst een bui vallen, maar in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 16 en 17 graden. En er waait een matige wind uit het westen of zuidwesten. Vooral in de middag laat de zon zich ook wat vaker zien. En is het best aangenaam weer, ook al omdat er niet al te veel wind staat. En de dagen na blijft het bijzonder rustig weer. Temperatuur ligt donderdag tussen de 17 en 19 graden. Vrijdag en zaterdag is dat eigenlijk niet veel anders. Misschien dat we op zaterdag in het zuiden van het land wel de 20 graden gaan halen. Er zijn wolkenvelden, er zijn zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. Heel misschien dat er op vrijdag nog een enkel buitje valt langs de kust. De wind die zoekt een beetje de zuid-zuidoosthoek op. Dat betekent ook dat het een vrij rustig weer zal blijven. Dat betekent ook dat in de ochtenden met name het hier en daar toch af en toe wel mistig kan zijn. Ja, de dagen erna, nou, volgende week, dan blijft het in feite dit rustige weer. Temperatuur die loopt nog iets op in het weekend, die kan dus zo'n 20 graden gaan worden. En ook begin volgende week zitten we zo tussen de 18 en 20 graden. En neerslag wordt er nauwelijks verwacht. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.